Goedemorgen, mijn dagdienst op de spoedeisende hulp gaat weer beginnen. Ik ben benieuwd wat de dag vandaag gaat brengen. Op de eerste hulp weten we dat natuurlijk nooit. Er lagen nog een aantal corona-verdachte patiënten van de nachtdienst. Die worden zo naar de afdeling gebracht. En dan gaan we zien wat de dag vandaag gaat brengen. Vanwege de kans op besmetting worden de longfoto's nu op de kamers gemaakt. Zodat de COVID-verdachte patiënten niet door de hele SIH vervoerd hoeven te worden, maar dat gewoon op de kamer de diagnostiek plaatsvindt.